harte welkom hier vanuit Beeld en Geluid in Den Haag voor de Cedruslezing 2021. Nou ja, we kunnen wel spreken van een traditie, dus het kon ook eigenlijk niet anders dat het dit jaar ook weer door zou gaan. Als je werkt, dan verdien je daar je geld mee, maar het geeft toch ook het idee van ik doe iets nuttigs. Ik hoor erbij, ik maak deel uit van de samenleving. We hebben gewoon gevraagd hoe gelukkig bent u? En de meeste langdurige werklozen zijn niet zo heel gelukkig. Als ze werk vinden, moet eens kijken, dat is een gigantische stijging. Ik denk dus ook dat betaalde arbeid voor iedereen in de samenleving een recht is. Als je wil investeren, doe het dan in de mensen die een ondersteuning nodig hebben. Ik zou zeggen, maak er echt werk van. Waar gaat participatie over? Gaat het over dat dat uiteindelijk onderaan de streep geld oplevert? Of gaat het over dat we één samenleving zijn en dat die scheiding die er is tussen mensen op de arbeidsmarkt, dat die er niet zou moeten zijn? Vanuit de samenleving krijg je gewoon signalen van, ja, waarom doe je eigenlijk moeite? Je hebt een beperking, je komt dadelijk toch wel in een uitkering terecht. Ik heb toch een bewijzingsdrang, hè? Ik kan dingen, ik weet dingen, ik wil dat laten zien, ik wil dat bijdragen. Ik denk dat het ook wel echt een mogelijkheid is om nu echt te komen tot een sociale makeover van die participatiewet. Van meer vertrouwen. Denk niet alleen in euro's, maar denk na over de waarde van werk in mijn geval voor de samenleving. Ja. Dat maakt een heel ander perspectief. Het is heel belangrijk om met de doelgroep te gaan praten en in samenspraak dan beleid te formuleren. Geen beslissing over ons, zonder ons.